En we zijn live. We zijn hartstikke live. Ja, we zijn hartstikke live. Ik ben altijd aan het twijfelen naar de juiste geluidjes. Even kijken. Nou, hij is hier nog bezig. Nou, je krijgt van mij even een ja. groot applaus. Ja, De enige echt in de studio is een keer wat anders. We ja, hebben zeker? een middag. Ja, ja. absoluut. Nou, ja. En uh, welkom iedereen die nu kijkt. Nou, normaal is iedereen gewend om, om half vijf in te schakelen. Dus ik ben benieuwd. Over mensen het is. Maar we hebben een reden, want jij komt vanavond niet. Hè? Je verjaardag? Nee, ja, ja. ja, eind van de ja, ja. verjaardag. Helemaal, en... uh, helemaal achter in Friesland. Dus ah, dan, ja, uh, nee, dan moet je even rijden. Natuurlijk. Dan moet ik even rijden. ja. Wie heb ik in de uitzending? Frans Pol. En Frans Pol is cameraman-editor. Um, op jouw LinkedIn uh, stond Netshell-partner. Wat is Netshell? Ja, ja Netchal bestaat inmiddels al niet meer. Oh, bestaat niet meer. Maar, maar was, een, uh, was een bedrijf dat, ja? uh, bedrijfs, dat een uh, website uh, wilde gaan oprichten over bedrijfsfilms. Oké. Okay. En dat heeft al een, uh, een poosje wat, uh, wat geleefd, zeg maar. Ja? Maar ja? werd uiteindelijk weer uh, van de kaart geveegd, omdat het uh, toch niet helemaal werkte. Oké, okay, en dan hebben we FP-video. Dat is wat je nu doet. Mm -hmm. Maar we zitten vandaag hier eigenlijk uh, uh, vooral namelijk voor de Dutch Train Channel, waar dat. ik heel benieuwd naar nou ben. Ja. Nee, daar gaan we dadelijk even helemaal. Iedereen welkom. Uh, Facebook, uh, naar de hand LinkedIn. Uh, maar ook uh, uh, de podcast Portbean, uh, Google Podcast, uh, uh, iTunes, noem maar op. Dus uh, overal. Kunnen mensen inschakelen? En, uh, we en, worden ja, nog net niet landelijk uitgevoerd. Nou, nou, als mensen genoeg luisteren, dan, uh, dan, dan, uh, dan, dan, dan is het landelijk. Maar dan, 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 gaan, we zender, dan ja. gaan we op de zender. Dan gaan we op de zender. Dan gaat het gewoon gebeuren. <laughs> hey uh, Frans, uh, ja, welkom. Ja, mijn naam is Jacquirino van Advertising Heroes. Uh, wij hebben een, een groep van ongeveer 200 helden door uh, heel Nederland, maar ook in het buitenland. En wat is een held? Een specialist die minimaal vijf jaar ervaring heeft in een bepaald vakgebied. Uh, dat heeft met de reclame, marketing, communicatie te maken. En dan komen we bij elkaar en dan gaan we een reclameplan maken voor een klant. Dus dan gaan we eigenlijk een bedrijf door de digitale wasstraat halen. En dan geef ik geef ook trainingen: LinkedIn, YouTube, uh, Facebook, uh, uh, Instagram, uh, Mailchimp, uh, WordPress. Nou, en dat kun je allemaal vinden op de site van advertisingheroes.com. Frans, jij ja. vroeg aan mij: eh, Tenminste, ik vroeg aan jou van uh, um, uh, wat voor een biertje zei. Nou, geen bier. Nee, nee je houdt niet van bier. Nou, ik op zich hou ik op zijn tijd van een biertje, maar ja. ik, uh, ik, ik ben 20 kilo afgevallen. Wauw, dat is echt uh, 20 kilo. Ja. Zo, dat is echt uh, niet normaal. Nee, dat, dat klopt. Dat is, uh, dat, dat is een hele prestatie geweest. Ja. En uh, daar hoorde onder andere bij dat ik uh, alcohol tegenwoordig uh, wat, wat, wat linkser laat liggen. Dus, ja, uh, helpt dat? En dat helpt zeker. Ja? ja, maar ik merk ook dat ik van, uh, ik word van bier niet gelukkig word. Zeg nee. maar. Ja, ik, ik, nee. een, in de zomer een rateltje, die lust ik wel, maar uh, een ratler wordt gewoon 0,0 gedronken. Dus uh, ja, ja, ja. ja. Maar um, ben ik even benieuwd Nou, van ga je dan ook drie keer in de week naar een sportschool? Uh, twee keer probeer ik. Twee keer per ja. week. Daarvoor deed je dat niet? Nee. Nee, nee, eigenlijk nee, niet. Nee. Maar op een gegeven moment begon mijn lichaam uh, ja, signalen af te geven van, joh, uh, nu, moet je wel. nu moet je wel. Ja. En, uh, hm. en toen heb ik een, 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 een nou ja, dat heet geen sportschool, maar een leefstijlstudio uh, gezocht. Ja. En, uh, en die hebben me ben daarbij echt uh, perfect geholpen. En uh, ik heb een jaar lang, uh, of een dikke half jaar lang uh, personal training gehad. Ja. Elke zaterdag uh, op tijd daarheen. En elke zaterdag zag ik er zo'n beetje een kilo afgaan. Nee, echt ja, waar? Ja, ja zelfs de, de allereerste zaterdag weet ik nog dat, uh, dat ik op die weegschaal stond. Daar was ik 2,9 kilo kwijtgeraakt in één week tijd. Zo, dat is echt... Een ja, helemaal. dat was echt fantastisch. Dat Wat? was wel echt een, uh, een boost om verder te gaan. Zeg en dat maar. is een combinatie met gezonde voeding meteen? Of, ja. uh, of had je daar nog even mee gewacht? Het is een combinatie met, uh, met gezonde voeding, inderdaad. Ja, dus, ja. dus opletten wat je eet. Dus de, de heerlijke kaashapjes die hier staan, die mogen wel, <laughs> maar nou, met mate. Ja, met mate, ja precies. Met mate, ja, precies. Ja, precies. Ja. Hij, en uh, sporten, gezonde voeding en uh, op tijd naar bed, allemaal dat soort zaken. Ja, denk, toch? Ja, ja. Ja. ja, het klinkt misschien gek, maar veel slapen hoort er ook ja. bij. Dat, want hoe meer je slaapt, hoe meer rust je krijgt, hoe, uh, hoe meer afvalstoffen je hersenen uh, kwijtraken. Ja. En, um, en dat is juist belangrijk, want als daar veel afvalstoffen blijven zitten in, in de naden van je hersenen, ja, ja, dat is een beetje geweldig. Nu. Ja. Maar uh, als daar heel veel afvalstoffen blijven zitten, dan ja. uh, ben je dus overdag veel moeier en, uh, en heb je dus meer neiging om... Uh, suikers te gaan pakken en dan, dan heb je dus automatisch de neiging om naar ongezonde producten te pakken. Kom je in een vicieuze cirkel terecht. Juist. Ja. Wat grappig. Nou, ja. weet je, dus om jou te ondersteunen, ik doe altijd mee met de gast, heb ik uh, cola lijkt me niet zomaar... ik heb een paar blikjes opgehaald. Kunnen we, we kunnen ze allemaal opdrinken. De dus Pepsi Max. Pepsi Max Ginger Ale. Helemaal goed. Ginger. Jij? Ja. Ja? Nee, ken ik niet. Oké, okay, dan heb ik ook nog de Pepsi Max Cherry. Ja. Dus, uh, als je meer van kerstje bent. En uh, de Coca-Cola vanille is sugar. Nou, waar gaan we voor? Oeh, dat is een. Uh, <laughs> een flavor battle. Ik, uh, dan ga ik toch voor de vanille. Voor de vanille. Nou, ja. gaan we daarvoor. Top. Ja, helemaal goed. Dank je wel. Ja, ik doe een beetje mee. Ja, ik dacht van: dan heb ik tenminste nog wat aandacht besteed aan de drankjes. Ja, toch? Helemaal goed. Helemaal goed. Ben je meer Coca-Cola of uh, Pepsi? Oh, dat is een gevaarlijke vraag, want ja. ik heb uh, ik, ik mag voor een, uh, voor een bedrijf mag ik af en toe crisisoefeningen uh, doen. Ja. En uh, voor dat bedrijf um, uh, zijn we laatst geweest in, uh, bij PepsiCo en dat valt proost, onder. Proost, ik ben uh, al een ja, het slokken. Ja, ja maar. Proost, proost. En, maar dat valt onder uh, uh, dat valt onder Pepsi, dus nou zit ik hier gewoon oh. uit je weg te drinken. Dat is niet. Uh, ja, maar we hebben ook anderen. Dus, maar ik heb je de keuze gelaten om het nog pijnlijker te maken. Oh. <laughs> ja, zeker. Dat absoluut. Dat absoluut, Ja. Hey, helemaal goed. Maar waar we eigenlijk hiervoor zitten. Want um, jij post iets op LinkedIn. Ja. En dat vond ik zo gaaf. Dat was eigenlijk een um, verhaal over de Dutch Train Channel. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik behoor niet tot de doelgroep. En gezien het aantal viewers. Dat vind in ik in de niet minderheid? Rijden. Nee, ja. Nee, nou, nou ja, inderdaad, je behoort ja. tot de minderheid. Ja. 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 Dus. Um, want dat is zo grappig. De Dutch, ik, ik pak eens even een, uh, een websiteje erbij. Even kijken. En dan gaan we eens even naar YouTube. Ja. Um, uh, dit is natuurlijk een podcast. We zullen dat ook wat beschrijvend moeten vertellen. Ja, absoluut. Uh, en als mensen dan toch benieuwd zijn, ga dan even op YouTube zoeken naar de Dutch Train Channel. Ja. En dan kom je uit op Jan-kanaal. Ja. En uh, nou, wat me als eerste opvalt is. Uh, even kijken. 22.700 abonnees. Het is wat, hè? Het is echt niet normaal. Ja. En de meest bekeken video, ik dacht dat het 15 miljoen was, maar het is wat je zei, 28 of 70? 28 miljoen views. 28 miljoen views. Ja. En uh, ik, ik ga eens even eentje, eentje draaien. Even laten zien. Dat is, uh, even kijken. Dat pak ik even, ja, die staat hier De beste video staat hierbij, 18 miljoen. Uh, 15 miljoen? Ja, 15 miljoen. Dat, dat maar. is mijn allereerste, uh, okay. mijn allereerste video. Oh, uh, ja, dan krijg, je, ja, dan krijg ja, je, oh. je... Dan krijg je natuurlijk eerst even... Ja, je, je eerste eerst reclame, ja. ja. Ja, want dit gaat ook naar jou toe, deze opbrengst. Ja, die opbrengst ja. uh, ja, voor een deel, hè? niet ja. alles. Uh, Oké, okay, en nou ja. horen we hem door... Ja, nou hoor we. mooi geluid, hè? Dit, dit. is mooi geluid. En dit wat, is... Uh, en nu komt er een trein voorbij. Ik bedoel, en dit is eigenlijk... En dit en dan, is... Uh, zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Ja. Er komt ik vind het echt briljant. 15 miljoen keer, uh, bijna 16 miljoen keer kijken mensen naar een trein die voorbij komt. Ja, ja het is wat hè. Ja, ik zit ondertussen even mee te kijken, want ik, ik, ik geniet van deze video. Ja, dat kan ik me goed. Omdat ik weet dat, dat met deze video is het begonnen. Deze overweg bestaat inmiddels niet meer, dus de overweg in Beeldhoven. En uh, deze is weggehaald omdat dit een van de gevaarlijkste is van Nederland. Dus het is ja. eigenlijk ook wel... Mm, ik vind het wel terecht. Ja. Maar echt... ergens, om een stukje nostalgie, ik vind het wel jammer natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar hier is je mee begonnen. Maar vertel, hoe kwam jij op het idee? Nou, oh, ja. <laughs> nou ik was met kennissen van mij, uh, zijn we naar uh, uh, een modelspoorbeurs uh, geweest in Utrecht ja. Ja, ja, ja. In, in 2010. En toen had ik, uh, had ik al een klein cameraatje met nog een bandje en zo. Dat stelde allemaal niet zo gek veel voor. En uh, met die camera uh, ben ik ook meegeweest naar die beurs, zeg maar. En heb ik daar wat opnames uh, van die beurs gemaakt. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik uh, gedacht van, nou, uh, wij, we hadden de auto geparkeerd in Beeldhoven. Ik denk, ik wil ook nog even één video schieten van de overweg in Beeldhoven. En hun wilde eigenlijk naar huis, want ze hadden trek en uh, weet ik het wat. En ze hadden het wel gehad. Maar ik zei, nou ja, weet je wat we doen? Uh, als het binnen nu en tien minuten geen terrein komt, dan gaan we weg. Ja, ja. ja. En, met, en met dat ik dat zeg, <laughs> komt er vanuit de richting Den Dolder, komt, ja. uh, uh, komt er een Intercity aan. ja. En dus ik ga mijn camera klaarzetten. En, uh, en uh, ik druk op het opnameknopje. En met dat ik op het opnameknopje druk, gebeurt er dus wat je, wat je net zag. Dus de overweg komt, komt in beweging. Boom gaat dicht. Ik draai mijn camera iets. Ik, ik zoom iets in op die trein. Ja. Ik laat hem uh, door het beeld heen, uh, heen komen. En ik kom weer terug bij die overweg. Overweg gaat open. That's it. 49 seconden video. <laughs> ja. Inspirerend. <laughs> Inspirerend. Ja. En, en, en toen. En, en, en dan. Wat is je volgstap? Dan denk je van. Hé. Hey, hier moet ik een. Hier moet ik een kanaal nee, van maken. Nee, nee, nee. nee, nee. nee okay. zo, zo is het niet gegaan. Nee? Het, uh, ik, ik heb. Uh, van, van die. van die Modelsportbeurs een compilatie video'tje gemaakt. Ja. Die heb ik op mijn YouTube kanaal gezet. Um, en ik heb daarna nog. van, de, um, van die overweg nog. Een, uh, uh, die, die take die je dus net zag. Uh, apart online gezet. Ja. Um, YouTube kanaal afgesloten. Verder met mijn eigen leven. Ja. Niks meer aan doen. Nee. Tot een half jaar later. Ja. Ik ineens een mailtje krijg van YouTube. Ja. Van joh, uh, luister. Die video van jou, van die spoorwegovergang in Beeldhoven. Ja. Die begint vrij goed te lopen. Mogen we daar advertenties voor zetten? Want dan krijg je gratis geld. Ik ja, denk, nou. Eh, nou, waarom niet? Ja, ik denk, ja, dat geld kunnen we altijd goed gebruiken. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. <laughs> ja, dus, 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 ik denk, ja, ze dus vind ik prima. Dus, maar dan ja. kom je dus in een hele molen terecht van, van YouTube. Van uh, ze willen alles van je weten. Ze willen 100% zeker weten dat ze te maken hebben met wie ze te maken hebben. Dus ja, ja, ja. Ze gaan uh, een briefje naar je toe sturen. Er staat een code op. Die code moet je invullen. Uh, ze gaan een symbolisch bedrag overmaken. Dat symbolisch bedrag moet je invullen. Ja. En dan weten ze 100% zeker dat wij te doen hebben met, met, met wie daar aan de andere kant zit. Oh, okay. En zo, uh, zo checken ze dat dus af. En, nou ja, en op een gegeven moment had ik dat hele proces doorlopen. En toen zeiden ze, uh, nou meneer Pol gefeliciteerd, vanaf nu gaat u uh, met YouTube inkomsten genereren. Wow. En toen dacht ik bij mij, ja, als één overweg werkt, dan werkt ja. er waarschijnlijk <laughs> ook wel iets meer. Heer. En ik denk, ja, waarom, waarom, zou je niet van je van je hobby je, je, je tussen, tussen haakjes je beroep maken? Ja, dit is het dus echt je hobby ook geweest. Het is dus nog steeds. Eigenlijk treinen is nog steeds zo'n. Jouw... is nog steeds mijn passie, nog steeds mijn hobby en en er zijn maanden dat het ook echt gewoon nog steeds hobby is. Want eh, ondanks dat ik niet mag klagen over de inkomsten die ik genereer vanuit YouTube. Ja. Kan ik niet zeggen dat ik daarvan kan leven? Dus ik ben geen Enzo Knol. Nee, 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 nee. Maar nee ik ben nee. wel YouTuber. Ik ben wel YouTuber, wat ja. gaaf. Ja. Hey, en, en, en bij hoeveel um, views gaan bij YouTube de alarmbellen af van: we moeten met iemand gaan praten? Nou, uh, in mijn geval ging dat bij 50.000. 50.000 views. 50.000 views. 50 views. Ja, en toen gingen ze echt van: nou, uh, en. en en de kosten, want het is een algemeen model. Het is dus mm -hmm. geen geheim model, neem ik aan, nee. toch? Nee. nee. Wat, wat, uh, wat, zijn de kosten? Wat zijn de revenuen van, uh, van een YouTube kana uh, kanaal? Ja, eigenlijk niet, niet, want uh, je, wat ik, wat, nou ja, goed. De kosten die je maakt is natuurlijk dat het mijn tijd kost. Het kost ja. een tijdsinvestering en het kost me wel brandstof, want ik kom zelf naartoe. Ja, nee, ik kom zelf natuurlijk uit, uh, uit de Noordoostpolder. Ja. ja, daar rijdt geen trein. <laughs> ik heb een, een spoorwegovergang in mijn tuin staan, maar ja. dus de dus enige, ja, en er ligt nog een stukje spoor uh, bij, bij een spoorwegbedrijf in, in, in Emmeloord. Ja. Maar dat is het enige spoorgerelateerde wat wij in de polder hebben als het gaat om groot spoor. Oh, jeetje. Ja, ja. Dus, um, dus ja, uh, dichtbij zijn, dan moet je naar Kampen. Ja. Maar ja, in mijn vak is het ook zo. Ja, massa is kassa. En als je in kampen gaat staan bij de overweg, ja, dan heb je, de, heb je vier takes. Ja. Uh, dus dat schiet niet op. Dus meestal nee. ga ik naar wat drukkere trajecten. Dus zoals afgelopen maandag was ik met een, een goede kameraad van mij uit, uit Tilburg. Was ik naar, um, uh, naar de omgeving van, uh, van Utrecht uh, Den Bosch gereden. Ja. ja. Dat is een van de drukste treintrajecten van Nederland. Daar komen uh, uit mijn hoofd uh, in een normale situatie 24 treinen per uur. Over een overweg heen. Ja. 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 Dus, dus je kon je lol op? Ik kom mijn lol op, ja. ja. En is het dan... We krijgen nou een dubbeltje per duizend views. Hoe, hoe, hoe zit die verhouding? Nou, die verhouding die zit... Uh, dat denken heel veel mensen. Dat ja? duizend views een, een euro oplevert of iets dergelijks. Maar dat is dus niet zo. Er nee. uh, moet echt daadwerkelijk op die advertentie die je, die je net zag uh, geklikt worden. Ja. Uh, dan krijg je bijvoorbeeld twee cent. En uh, op het moment dat die duizend keer gezien is... Ja. Dan krijg je ook een bepaald percentage. Oké, okay. zo werkt het. Nou, voor een, 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 een ben je op vakantie kunnen gaan van een filmpje van 28 miljoen views. Ja, ja, hè? Ja, dat kan. Ja, dat, dat kan, daar kun je ja. op vakantie gaan. Ja, ik... Uh, en waar uh, ga je dan naartoe? Ga je dan naar de Beekse Bergen een dagje? Of, uh? Nou, dan ga je wel iets verder. Ja, hè? Ja, hè? je gaat wel echt iets verder. Ja, ik, 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 ik bind er geen geheimen om. Nee, maar je moet natuurlijk wel bedenken, wat ik nu ga zeggen, ja? is natuurlijk een, een, een bizar hoog bedrag ja. voor een video. Ja. Maar je moet natuurlijk wel bedenken, deze video staat al vanaf 2010 online. Ja. Genereert vanaf ongeveer 2012 inkomsten. Ja. En we zitten nu in 2019. Dus hij telt alles van die periode, telt hij bij op? Begrijp ik, op. ja begrijp ik. Maar die video die je net zag, die ja. uit Beeldhoven, ja. dat is mijn <coughs> best verdiende video. Ja. En die heeft meer dan 10.000 euro opgeleverd. Jeetje, echt waar. Ja. Wat goed man. Het duurste stukje video wat, ja. wat ik ooit zelf geschoten heb. Dat is, dat is de video met de meeste waarde. Hey, en dat is echt ongelooflijk. Nou, ik weet dat heel veel mensen hier naar luisteren denken: dit willen wij ook. Dat snap ik. Ja, en um, heb je tips voor hun, en hun eigen vakgebied natuurlijk? Ze ja, moeten van de treinen afblijven, want die zijn ja, voor jou. Ja, de treinen zijn <laughs> voor mij. Daar, uh, Daar ga je voor. Nou ja, ja. Het, ik geef hier ook uh, uh, hele leuke lezingen over. Ja? En, uh, en dan heb ik een leuke PowerPoint en dan, uh, ja. dan doe ik wat een uh, beetje grapjes maken en dat soort dingen. Dus, het is een hele inter interactieve presentatie die ik geef. Ja. Maar uh, de tip is eigenlijk heel simpel. Uh, blijf bij dat wat jij interessant vindt. Ja. En, uh, want daar ga je het ook waarschijnlijk het langst in volhouden. En of heb heel veel geduld. Dus in mijn geval heb je heel veel geduld. Want die niche-markt, om het zo maar te zeggen, die is heel klein. Maar wereldwijd is die heel groot. Zeg ah, maar van oh, de toekomst. Ja, 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 ja. Maar in Nederland, mijn, mijn kijkerspercentage in Nederland is, is maar 10%. Ja. Ja. Dus eh, 90% komt, komt uit het buitenland. Mijn, mijn, mijn kijkers zitten vooral in Japan, India, Amerika, daar komen mijn kijkers vandaan. Weet je ook wie je doelgroep is? En mannen, vrouwen, leeftijd? Uh, dat weet ik wel ongeveer ja. Um, een groot deel is 50-50. Uh, de, dat ja. klinkt misschien heel gek, maar het is 50-50. Ja. En dat komt omdat de grootste doelgroep, uh, die ligt toch tussen van kinderen van 3 tot met 6 jaar. Die zijn het meest gefascineerd. En, uh, en, en wie is er dan lid? Het zijn niet die kinderen die lid zijn. Maar het zijn vaak de moeders die, oh, die een YouTube-kanaal hebben... Ja. die uh, geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal. En, en op zo'n manier wordt dan dus, uh, kan ik dus in mijn, in mijn statistieken zien... van hey, de helft is vrouw, dat is apart. Yeah. Yeah. Uh, maar ik weet ook uh, uit, uit dingen die, die mij wel eens gezegd zijn... dat, uh, dat dus die jonge kinderen is een doelgroep zijn... Yeah. Daarnaast zijn natuurlijk de treinliefhebbers uh, een doelgroep. Ja. Maar ook nog een deel autistische mensen. Oh, ja, ja tuurlijk. En dan met name uh, autistische kinderen. Ja. En waarom? Um, er is een keer uh, op diezelfde modelspoorbeurs, waar ik het daar straks over had, ja. is een keer een vrouw naar mij toegekomen en die zei tegen mij, eigenlijk verdien jij een lintje. En toen zei ik, een lintje? Waarom dan? Ja. Nou, ze zegt, wij zetten ons zoontje elke dag een half uur lang voor Jan of een, een, een collega uh, YouTube-kanaal met overwegen en met treinen. Ja. Want daar is hij helemaal gek van. Maar hij is heel erg druk. Ja. Wat gebeurt er nou? We geven hem medicatie. Die medicatie werkt helemaal niet. Uh, maar wij zetten hem een half uur lang voor dat YouTube-kanaal. Dan gaat hij helemaal los. Ja. En de hele ochtend is hij zen. Ja. Oh, wat goed. Ja. Ja, dat is ja, fantastisch? Dat is echt fantastisch. Heb je hebt ja. wel eens met een... Uh, met een stichting uh, met autisme of zo heb je, heb je daar eens contact mee gehad? Nee, nooit. Nee, nee want het is. moet ik even denken. Ik ben helemaal gek van de Big Bang Theory, misschien mm hele -hmm. serie. En Sheldon die heeft ook iets met met treinen. Dus uh, en nou weet ik niet of, of of hij volgens mij is Sheldon autistisch. Dat kan ik gewoon niet anders voorstellen. Ja, ja. Maar uh, um, ja, dus wel mooi dat je die link legt. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat daarin... Heb je nou ook Um, uh, kun jij zo drie tot vijf dingen opnoemen dat je denkt, nou, als je daar een YouTube-channel van maakt, daar is zoveel vraag naar. Zou je er zoiets kunnen opnoemen? Nou, was het maar zo feest. Ja, Want ja. dan had ik, dan had dan ik had het al je gedaan. gedaan. Hè? Ja, 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 tuurlijk. Precies. Als je, als je ja. hier je werk van kan maken, dat is dat ja, fantastisch? Ja, precies. Dan hoef je nooit meer te werken. Nee. Maar um, uh, ja, uh, ik, ik weet wel dat, dat hoe simpeler, ja. hoe beter het werkt dus ja, simpel. Eigenlijk. ik schrijf me even op want ja. dit is wel even leuk dus hij moet simpel zijn vooral simpel uh, en ja. moet het ook denk kort denk, zijn denk niet te moeilijk nou ja YouTube heeft tegenwoordig wel dat ze dat ze de wat langere video's waarderen ja. en daar ben ik ook mee begonnen wat ik uh, als ik naar een overweg toe ga dan maak ik natuurlijk van meerdere uh, punten maak ik een, een video en wat ik nu uh, aan het doen ben is dat ik al die video's achter elkaar plak ja. en die publiceer ik als een soort long tape een, een, soort, soort, long, compilatie een soort compilatie een compilatie ja, ja, van ja, ja. Ja. Uh, het mooie daarvan is, is dat mijn kijkers getriggerd worden: van, hé, hey, daar kunnen vi video's tussen zitten die nog niet gepubliceerd zijn. Ja, ja, ja. Of het is een volledige video die nog niet gepubliceerd is: van ja. eh, geen enkele. Ja. En zoals morgen komt er, uh, komt er iets van Amerika online. Daar ben ik uh, recent geweest. En. Um, en, 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 en dat is een video waar nog niks van gepubliceerd is. Dus lange video's werken ook. Maar denk vooral simpel. Denk niet te moeilijk. Nee. Er zijn YouTube kanalen. Ga er straks, uh, vooral na deze podcast, ja. uh, maar eens naar zoeken. Surprise X. Ja, nou, je lacht je dood. Ja, oh leuk. Gewoon. Surprise gewoon Iemand die 24 verschillende surprise-eieren ja. uh, uh, neerlegt. <laughs> ja. ja, jij lacht. Jij, jij lacht wel. Maar let op. Maar ja. let op. Die, die, die pakt dat uit. Die haalt ja. dat chocolaatje eruit. Ja. Dan haalt hij die, 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 die gele bol uh, ja, tevoorschijn. Ja. Dan zit daar een speeltje in. Een autootje. Dus dan rijdt hij even mee. Hij zet hem neer en begint aan het volgende ei. Dat soort filmpjes duren een half uur, drie kwartier. Jeetje. Worden miljarden keer bekeken. Hè? Dus we hebben het over simpelheid. We hebben het over simpelheid. En eigenlijk is het weer de doelgroep, denk ik, dat zijn we moeders of vaders die het van kinderen aanzetten. Ja. Maar voor een kind, kijk, wij vinden het heel simpel. Dus eigenlijk is het... Maar voor een kind zegt, is het continue cliffhanger. Dus hè? Eigenlijk zeg je een soort babysit material. Ja. <laughs> nou, en wat, wat ook vaak werkt, is uh, jonge dieren. Ja. Dus heb je een jonge kat. Ga je een jonge kat filmen? We ja. gaan een YouTube-kanaal beginnen over jonge, jonge kat. katten. Ja, katten, dieren doen het altijd goed. Konijnen, dat soort, uh, nou, dat bedoel... soort leuke huisdieren. Ja, precies. Ja. En, en dan zie je ook weer dat uh, je zegt het simpel, uh, maar gewoon waar mensen naar kunnen kijken. En eigenlijk is het, uh, uh, ja, ik, ik denk dat, dat dit soort dingen, denk meteen aan jonge kinderen. Ja. Die vinden dat fijn om ja. naar na te kijken. En zodra je inderdaad wat, als je wat ouder bent, word je wat kritischer. Mm -hmm. en, en, en een trein is ook vrij onschuldig ja ik bedoel, wat kan er ja over het algemeen kan er niks gebeuren dus dan uh, ja geweldig. nee maar ik snap ook wel dat die uh, dat die ouders die kanalen voorzetten want ja. met een met een met een klein kind van drie vier naar een spoorbaan gaan die die hartstikke enthousiast is ja ja je hoeft het maar één keer los te laten hè ja, daarom. En de gevolgen zijn niet uh, nee, te, te overzien. overzien. Nee, klopt. Nee. En nu heb je inderdaad uh, dat ze kunnen kijken. Ja. Kinderen vinden het leuk. Ja, Wat, wat een echt briljant. Dus, hé, hey, wat, wat staat. Uh, de, 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 uh, morgen komt er weer een compilatie. Dan ga je weer ja. eentje uploaden. Ja. Vanuit Amerika, want daar ben ik dus daar laatst ben je geweest. geweest. Ja, ja. precies. Al oh, wat goed. Ja. ja, want dat. Ja, kijk, weet je, op een gegeven moment. Nu is het zo. Nu haal ik een, best wel een leuk inkomen uit dat kanaal. Ja. Wat ik net al zei, ik kan er niet van leven. Nee. Maar, uh, maar ik heb een reis naar Amerika geboekt en met drie keer, uh, drie maanden lang YouTube, heb ik die reis gewoon kunnen betalen. Ja, dat is dus het, het, het kost zich zelf, maar ja. je kan steeds meer dingen doen. Ja, en uiteindelijk er hoeft maar één video van die, van die, van die hele serie viraal te gaan. Of ja. eentje opgepakt te worden. En je hebt die hele reis weer terugverdiend. Dat is zo. En, en heb je van tevoren ook van de, deze video gaat scoren? Of weet je dat ook niet? Dat gevoel heb je soms wel, ja? maar het gebeurt vaak niet. Nee, 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 nee. 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 nee het, zijn, het zijn soms simpele video's die ineens, uh, uh, ineens erboven uitspringen. Want, ja, want dat is het ook, dat moet ik ook eerlijk bekennen. Um, ik, ik upload twee video's per dag. Ja. Die video's worden, worden tussen, de, tussen de 500 en 3000 keer aangeklikt. Daarna vallen ze weg, ja. en daarna verdwijnen ze in de achtergrond. Maar zo heel af en toe wordt er één van die video's opgepakt. En die gaat ineens weer stijgen. Ja. En dat gebeurde dus een jaar geleden met die, met die brugvideo uh, vanuit Terren. Die hebben we nog niet gezien, maar die kun je misschien straks even opzetten. Ja. Maar dat is mijn best bekeken video, 28 miljoen views. Eén jaar geleden, precies uh, uh, vandaag, zeg ja. maar, maar nog uh, gisteren, 10, 10 oktober 2018. Ja ging die video viraal in India. 3,5 miljoen views in 24 uur. Je en jeetje, dat is gewoon niet normaal. Bizar. Dat is echt bizar. Bizar. Ja. En een dag daarvoor ook al 1 miljoen views. En hoe, hoe zijn ze erbij gekomen? Is daarmee geadverteerd? Is dat, uh, of is ik, dat gewoon organisch? Ik, ik heb geen idee. Nee, dat is ik juist waarschijnlijk, leuk, waarschijnlijk, en dat vermoed ik... is dat hij waarschijnlijk geëmbed is... Ja. ergens op een, op een website is beland... Ja. over bijvoorbeeld Hollandse techniek, ik noem maar wat... En dat er heel veel mensen op kijken en, en dat die daardoor uh, gigantisch uh, vaak is aangeklikt. Want uh, je plaatst hem erop, eigenlijk dus een. Uh, 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 en, en het vervolgt dan, doe jij iets aan PR? Uh, en heb ik niet zozeer misschien betaalde advertenties zelf, maar dat je uh, in bepaalde fora of uh, Facebook uh, groepen, uh, ik noem wat, doe je daar iets aan? Amper tot niet. <laughs> Amper tot, nee, niet, amper nee. tot niet. Je zet het, nee, erop het, op en het organisch wordt op en organisch wordt het, uh, ja. wordt het verspreid. Ja. Ja. En natuurlijk YouTube heeft allemaal tools om ervoor te zorgen dat jij als kijker bij mijn video's blijft. Ja. Dus aan het eind van elke video wordt, uh, de, wordt, nieuwe. wordt, een nieuwe, wordt, wordt de nieuwste upload uh, krijgen te zien, maar ja. ook een gratis video. Dat stel je wel in. Dat stel je wel in. En de mogelijkheid tot te abonneren. En daar hoop je natuurlijk op. Ja. Ja, als ik, want ik heb hier nu mijn telefoon liggen om, ja. om als je echt specifieke vragen gaat stellen, dat ik heel <laughs> even kan spieken. Maar, uh, maar wat ik bijvoorbeeld wel zie in mijn kijkcijfers: ja. dat maar uh, dat 91% van al mijn kijkers van de afgelopen maand, uh, dus dan praat ik over oktober, is niet geabonneerd, dus die komen ergens van buitenaf. Ja, en ik heb daar en ik, ik, ik vind dat eigenlijk best jammer, want dan betekent dat dus dat iemand zich abonneert ja. En dat hij vervolgens waarschijnlijk niet meer terugkomt. Nee. Of amper kijkt. Ja, maar waarom doet hij dat dan? Ja. Waarom abonneert hij zich dan wel, maar komt hij eigenlijk bijna niet meer terug? Dat zijn wel eens dingen die ik mij afvraag. Dat ja. ik denk van, hoe kan dat nou? Ja, precies. Waarom krijg ik het... daar geen grip op? Of nee. waarom gaat die 91% zich niet abonneren? Ja. Want ik heb nu natuurlijk... Ja, ik heb, ben een per ongeluk vergeten, anders had ik hem even meegenomen. Ja. Maar ik heb de silver button, heb ja. ik. Ja. Uh, maar ik, uh, ja... Natuurlijk, als je 1 als je miljoen views hebt of 1 miljoen abonnees. is even, even voor mensen die. Wat is een silver button? Een silver button, dat is de, de button van YouTube, zeg maar. Ja. Die, die krijg je van YouTube op het moment dat je 100.000 abonnees hebt. Nou, dat was vorig jaar dus. Ja. Op 10 oktober, een jaar geleden. Op dit moment zit ik op uh, 2,27. Ja. Dus dat betekent 127.000 abonnees erbij in één jaar tijd. Dus dat, is, dat is echt fantastisch. En ik kreeg je toegestuurd. Die krijg je toegestuurd. Dus ja. Je moet, even, je een, moet ja. even een code invullen. Dan, wordt er even, uh, dan moet je even checken of je het, ja. het is nog wel even kloppen. Ja. En dan, uh, uh, dan krijg je op een gegeven moment een link. Uh, en dan zie je dat die vanuit uh, ergens uh, vanuit Amerika is die onderweg. Jeetje, wat gaaf Ja. Zeg. En dan ineens uh, via, met, met UPS komt er dan een zwarte doos thuis. Het ja. is echt een zwarte kartonnen doos. Is het met YouTube erop? Ja. Nou, dan zit er een brief in. En daarachter zit die button. Maar dit is dus leuk. Dus eigenlijk, um, um, als ik je verhaal goed heb beluisterd, is dat als je uh, gaat, uh, als je heel succesvol bent op YouTube, zonder dat je dat zelf echt in de, uh, dat het gewoon organisch is gebeurd, dan gaat YouTube jou helpen met het opzetten van een advertentieaccount en ja. die neem je mee in de hand. Ja. Nou ja, goed, zo is het bij mij gebeurd. Tegenwoordig ja. is ligt dat ietsje anders. Ja. Want iedereen weet tegenwoordig dat je geld kunt verdienen met YouTube. Ja, precies. En iedereen wil dat ook. Ja. En dat zie je dus ook, nou zeg ik mijn branche, ja. maar dat zie je dus wel ook, ook in mijn branche, is dat, um, dat er een aantal uh, tieners zijn die het ook proberen, zeg maar. Dus, dus ik, heb, ik zeg niet dat ik concurrentie heb, nee. uh, want ik vind het alleen maar leuk dat die jongens dat ook uh, lekker aan het doen zijn. Ja, precies. Maar je ziet wel dat, dat hun dat ook aan het proberen zijn. Ja, ja, ja. En... en, en, en Um, en vaak lukt het ze niet. Daar nee. balen ze van, dat snap ik ook wel. Maar, maar ja, weet je, zo ben ik ook begonnen. Ja, tuurlijk. Uh, toen, ik, uh, toen ik inkomsten ging genereren, was het ook niet elke dag... Uh, kijk, nu is het elke dag gemiddeld tussen de 10 en de 20 euro. Ja. Um, op een normale dag. Ja. Uh, maar in die tijd moest ik het echt doen met 2, met 3 cent per dag. Ja, precies. Ja, En toen was het nog wel dat ik dacht van nou ja goed, dan gaan ze twee keer per jaar mijn telefoonrekening betalen. En zo moet je erin staan. Zo stappen. moet je erin staan. Zo je moet dat voor de fun zien. Ja, voor de fun, ja, dus, voor ja. de leuk. Precies. En als je er geld aan gaat verdienen, dan wordt het dan wordt het, uh, ja. dan wordt het echt, echt, echt lachen. Dus je hebt eigenlijk gemiddelde omzet is 600 euro per maand. Beetje. gemiddeld. Ja, ja. En als je dan echt een, uh, als het in India wordt gedropt, dan, uh, dan kun je boeken. Dan kan het heel leuk worden. Ja, 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 ja jij goed, lacht maar. Ja, nee, ik vind uh, ik het geweldig. Lachte, ik lachte me vorig jaar rond deze tijd. Ja, ik vind helemaal, het geweldig. Uh, want toen die video viraal ging, dan krijg je twee dagen later krijg je te zien wat dat dan heeft opgeleverd. Ja. En dat was een bedrag van dik 600 euro voor één dag. Ja, joh. Ja, joh, je lacht je dood, want je bent die hele dag met andere dingen bezig. Ja. En uh, en ja, weet je, als als je dat nou vier vijf keer per jaar hebt. Ja. Ik, en en het uitbetalen gaat het één keer per maand? Ja, 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 er is een, per maand. ja. er is een betalingsgrens van 75 euro. Ja. En als je die bereikt hebt, dan word je betaald. Dan, word je, dan word je betaald. Ja. Dat is echt echt geweldig. Ik denk dat heel veel mensen dit heel inspirerend vinden. Ja, snap ik. Ja. Wat, wat moet je uh, 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 soms hoor je ook dat YouTubers dat video's worden geband. Ja. Dat uh, heb je een paar voorbeelden waar je voor moet uitkijken als YouTuber. Ja, zeker. Ja. dat <laughs> is mezelf ook overkomen. Oh, vertel, vertel. Ik heb ooit eens een keer, uh, ben ik met een goede vriendin van mij, uh, naar een, uh, een evenement geweest van GTSD Live. Ja. En uh, toen dacht ik van, hé, hey, uh, ze gaan aan het eind, uh, gaan er een paar van die, uh, van die acteurs die gaan zingen. Ja. Laat ik dat uh, ook eens even doen. Of, uh, nee, nee, niet zingen, sorry. Maar uh, laat ik dat filmen. Ja. En ik denk, dat ga ik even op mijn YouTube kanaal zetten. Dat genereert weer kijkers. Ja. En uh, dus dat heb ik mooi gefilmd. Uh, nou, is online gezet. Uh, via Twitter even gepubliceerd. Want toen was Twitter nog heel populair. Ja. En, uh, en ik zag inderdaad die video duizend, 2000, 3000 views. Nou, dat was voor die tijd, voor mijn kanaal was dat al heel veel. Ja. Dus ik denk, dit gaat mooi. Ja. Tot ik s'avonds uh, opnieuw <laughs> mijn computer opstart. Hè. En ineens, uh, en toen moest ik ineens inloggen in YouTube. Nou, meestal staat YouTube bij mij gewoon ingelogd. Dus, ja. uh, de, haar. Ja. dus ik inloggen. En, uh, en ineens krijg ik een pagina voor me van, uh, ja, we hebben een klacht gehad van, uh, van RTL Nederland. Oeh. En uh, we hebben je video verwijderd. En je bent nu even verplicht om een, uh, om een video te kijken over auteursrechten. Ah. Oh. Uh, dus toen moest ik die hele video doorlopen. En toen stond er inderdaad in dat als je een concert filmt, dat daar ook auteursrechten over ja, zitten. En ik wist ja. best veel van auteursrecht, maar dat wist ik nee, dus niet. Nee, precies. Dat het zo streng ah, was. Dat het zo streng was. Oh, jeetje. Dus, um, dus ja, en, en een half jaar lang heb ik niet gebruik kunnen maken van uh, bepaalde middelen die YouTube aanbiedt om, om promotie te maken. Ja. En dus was ik ja. uh, uh, moest ik een, een half jaar op de blaren zitten en had ik ook veel minder inkomsten. Ja, precies. Dus dat was wel, uh, dat was wel balen. Dus, dus kijk daarmee uit met ja. het filmen van concerten, kijk daarmee uit. Ja. Uh, ook met commerciële muziek. Ja. Uh, want, want dat herkent YouTube ook. En dan mag je dus uh, er ook geen reclames voor, uh, voor plaatsen. je man. Ja. Ja. Uh, dus het moet echt 100% eigen content zijn. Ja. ja. Van dus tot, de, tot de muziek aan toe. De muziek mag best wel. Ja. Uh, want kijk, voor mijn bedrijf uh, gebruik ik ook muziek. Maar dat is rechtvrije. Muziek, recht vrije dat koop muziek. ik aan. Precies. En dus, dus, dus ik heb daar een licentie voor. Dus mag ik dat gebruiken. Ja. En mag ik dat dus ook op YouTube gebruiken. Dat nee. is geen probleem. Zelfs bij Facebook. Dat als wij nu een nummer laten horen. Ja. en muzieknummer dan, uh, uh, dan worden we weggedraaid dan worden we weggedraaid ja. Ja. Hey, en, en het geluid van een spoorwegovergang dat kan wel een spoor ja daar <laughs> zit geen copyright <laughs> dat op daar zit geen copyright nee, op, geen copyright op. Hey, uh, we hadden nog even als een mooie afsluiter van, uh, van, van tenminste van dit uh, deel van het gesprek ben ik even benieuwd waar we moeten kijken even alles afspelen ik denk dat jouw video hier ergens bij staat nee bijstaan, nee die, die staat uh, daar niet bij nou, dan moeten oh, we even gaan even even terug ja. voor de kijkers we gaan nu uh, voor de luisteraars we gaan eens even kijken van uh, waar we de video kunnen krijgen. Waar kan ik hem zien? Oh, daar is het. Onderaan. Hier. Ja. ja oh, dit is hem. Dit is hem. Dat is een mooie. Ik vind dat een mooie. De nieuwste sunscreen brengen in Ter Oh ja. Ja. Kijk, jij wordt nou even weer. Uh, ja. Dit deden Als je dit, voor dit nou jou. duizend keer <laughs> gezien hebt, dan, uh, dan kan ik weer uh, wel, een paar extra de halen. Kijk, dat is. Uh, en wanneer is deze genomen? 2017 zie ik. Ja, hij is 2017 gepubliceerd. Ik heb deze in de zomer van 2016 heb ik deze opgenomen. Dat dacht ik wel. Om 23 januari, dat ziet er nog aardig het, uit. Het, uh, het was, deze dag was het heel warm. Ja, weet ik nog. Ik stond, uh, mijn camera stond in de zon, maar ik stond zelf uh, in de schaduw. Ja. En uh, op de achtergrond hoor je nog uh, iemand wat zeggen en die die uh, die vraagt aan mij wat ik aan het doen ben. Oh, wat geweldig. Ja, dat gebeurt dus. ook heel vaak, hoor. Dan sta je bij een overweg en dan, uh, dan sta je rustig te wachten en dan, dan stopt er een oude manier met een fiets en die zegt dan van: uh, komt er iets bijzonders langs? Ik zeg, <laughs> zeg: nou, ik hoop een trein. Maar uh, <laughs> ja, dat is dat is jouw doelstelling. Ja. ja. En voor iemand, voor iemand die in een toostpolder woont, is een trein al aardig bijzonder. Ja. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay, maar goed. De, ja, dat is echt. Ja. Uh, er staat een brugwachtershuisje bij, maar hij werd hier al op afstand bediend. Een ja. uh, heb je nou. wat, hier heb je wel eens met de NS over gehad? Nee, Nee, is toch geweldig? Ja, ik, heb, ik, heb wel eens, uh, ik ben een poos terug op een, uh, op een spoor uh, evenement geweest. Daar stond uh, ProRail. Uh, stond daar wel. Ja. En ik ProRail kent me wel. Uh, er zijn ook uh, mensen binnen ProRail die weten dat ik dit doe. Uh, en af en toe uh, film ik ook wel eens een situatie dat je denkt: hé, hey, wat gebeurt er hier bij deze overweg? Dat, is, uh, dat kan niet. En dat soort situaties stuur ik wel eens naar, uh, naar ProRail toe. En Die hebben dan van mij hebben ze het, het exclusieve recht zeg maar om dat eventueel te mogen gebruiken in hun campagnes. Daar hoef ik oh. in, in principe hoef ik daar niks voor te hebben. Maar een NOS of zo mag dat uh, nee, nee, mag nee, dat nee. niet zomaar, uh, zomaar nee. uitzenden. Maar maar Prodo heeft dan van mij het exclusieve recht om, uh, om hiermee uh, om, om eventueel maar, maar, iets mee te doen. Maar wel met een bronvermelding neem ik oh. aan. Ja, dat wel. Ja, dat dan wel. Oh, dat is toch geweldig. Dus dit dit is eigenlijk je meest succesvolle film. Ja. Het, ja, is het is wat is hè? He? Het, ja. het is een vast shot ja. van een brug die omhoog gaat. Dat is even leuk voor de podcastluisteraars. Inderdaad, je ziet gewoon. Uh, ja, ik zie zelfs nog een, een gedeelte van al een lantaarnpaal of statief. Ik weet niet wat het is in de schaduw. Ja, het is een lantaarnpaal. Nee, dat is, dat, is, uh, dat, dat is de camera. De, de, oh, de, de camera, camera van de brugwachter. Ja. Dat, die, dat die kan zien dat de stoplichten op rood staan. Oh, wat goed. En ik zag net een schip voorbij komen. En de, en ja. de brug, ja, die, die staat omhoog. En je ziet de stoplichten. Van uh, ja, die manen om, uh, om, uh, om niet verder te rijden, slagbomen naar beneden. En meer zie je niet. Als het een, ik kan nu echt. Ja, nu gaat de brug langzaam naar beneden. Eigenlijk een heel dagelijks tafereel. Ja, een heel dagelijks ja. tafereel. Wat uh, tot, tot vele ergernis van mensen die haast hebben tegenwoordig in onze ja. maatschappij natuurlijk. Ja, maar uh, ja, dit is gewoon een, een dagelijks tafereel. Dit is echt. Uh, het is fascinerend, hè? Ja, 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 ik vind het echt heel fascinerend. Ja, maar ook dat, dat niemand had ooit gedacht... Ik niet in ieder geval. Maar weet, weet je het, hoeveel mensen de, gewoon hier voor zo'n brug wachten? Voor een, en niemand heeft ooit gedacht, hier kunnen we geld mee verdienen. Alleen maar het wachten en het filmen. Ja, nou ja, 28 miljoen. Ja. <laughs> 28 miljoen uh, wachtende voor de brug, dat ja, is wat. Ja. Maar, um, maar kijk, voor ons is dit normaal. En deze video, die, is, die gaat uh, viraal in India. Dat ja. de, India staat gewoon bovenaan met deze video. Dat, dus ja. daar wordt hij het meest, uh, ja. meest bekeken. Ja. En wat ik uh, vermoed, ja. is dat het, uh, dat het zo is dat... Um, het is cultuurverschil. Ja, misschien wel, ja. En, en, uh, want ze kennen wel bruggen in India, maar dat zijn vaste, vaste oeververbindingen. Dus ja. niet oeververbindingen die echt open gaan voor de scheepvaart. Ja. En uh, daarom vinden ze het zo fascinerend. Ja. En, uh, want, want ze kennen dat niet. Echt niet Bomen helemaal. die... Ja, ze kennen ze, ze, ze wel spoorwegovergangen. Ja. Maar ja, dat, dat, als een spoorwegovergang daar dicht gaat... dan, dan gaan ze er alsnog met z'n allen doorheen. Dus ze, ze stoppen pas echt als die boom helemaal naar beneden is. Maar ze schieten er nog onderdoor op het moment dat die bomen dicht gaan. Echt, dat is gewoon niet... Hey, het lijkt me sowieso een keer leuk om... Uh, normaal heb ik een, een uitzending uh, drie kwartier tot een uur... Die uh, verschillende onderdelen bevat. Maar ik vond het zo mooi om hier een soort special van te maken. Ja, uh, dus, dus misschien moet je een keer terugkomen dan, uh, voor door de fp video Wat je eigenlijk allemaal dan doet. Misschien is dat vind prima. Ja, ja dat kom. is leuk. Hey, uh, maar wat ik wel. één ding wat ik uh, met jou wil behandelen. Ik, uh, een van de, uh, de gesprekken die we ervoor hadden uh, online. Van, uh, welk, uh, ja, ik heb een boekreview... Toen zei je al: Van ja. Het uh, moet een boek zijn dat ik heb gelezen. En toen zei je eigenlijk hm. dat dit boek. Van, um, en dan ga ik eens even naar uh, boekreview toe. Book. Je ziet me staan. Um, Geef je bedrijf een kickstart? Yes. Uh, van Jolanda Weggerson. Ken je haar ook? Ja, ik ken haar uh, persoonlijk heel goed. Ik ben, ja? uh, ik ben lid van, uh, van BNI. Dat is een uh, netwerkorganisatie ja. in, uh, in heel Nederland. Daar kan ik even mooi in. Dan is zeker de, de uitzending met Akil Rajab. Ja? De, de, de eigenaar eigenlijk van Nederland, hè? BNI. Mm -hmm. uh, uh, die, die is geweest. Ah, kijk, en oh helemaal stream. goed. Ja, leuk, was ook een leuke uitzending. Ja. ja, nou ja, goed. En daar ben ik al uh, zes jaar lid van in, ja. uh, in het mooie Emmeloord. Ja. En uh, en een BNi werkt voor mij heel goed. Maar uh, sinds ik lid ben uh, is is Jolanda ook al lid uh, van dat chapter. En uh, en Jolanda is uh, ondernemerscoach. Ja. Uh, voornamelijk gespecialiseerd op uh, op uh, vrouwelijke ondernemers. Ja. Maar ze helpt ook. Uh, mannelijk ondernemen. Ja, 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 ja. En, uh, en wat Jolanda heel goed doet is dat zij met een, uh, met een open vizier kijkt naar je bedrijf en kijkt van hey, waar, waar valt nog meer winst te halen en waar moet je, waar moet je misschien nog meer aan trekken en, en wat zou je er misschien nog bij kunnen doen om ervoor te zorgen dat je meer omzet of meer klanten binnenhaalt. Wat super leuk. Ja, daar is Jolanda ontzettend goed in. En Jolanda is heel erg gespecialiseerd in het, in het begeleiden van uh, startende ondernemers. Ja. En uh, naar de hand daarvan heeft ze dit boek geschreven, Geef je bedrijf een kickstart. Hoe kom je de, 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 de vijf jaar van je bedrijf het beste door? De eerste vijf jaar. De eerste vijf jaar. Ja. En, uh, en dit boek geef ik heel vaak cadeau aan startende ondernemers. Ik, uh, in, ik ben natuurlijk zelf nog vrij jong ja. en ik zie in mijn omgeving uh, heel veel mensen uh, starten met hun eigen onderneming. En als dat gebeurt, dan krijgt ze dit boek uh, 9 van de 10 keer van Mike Cadeau. Ja, nou ik, ik heb hem gelezen. Hè, want, uh, uh, want je zei dat ik dacht van nou dat, dat wil ik gewoon. En hij uh, begint eigenlijk bij pagina 13, ga toch eens even de eerste Alinea even voorlezen uit het boek van Geef je bedrijf een Kickstart. Schrijf ze: ik beken het. Ook ik hoorde bijna bij die 50% van alle ondernemers die binnen vijf jaar na de start van zijn onderneming afhaakt. Ik voerde super gave gesprekken. Ik, eh, ik netwerkte me een slag in de ronde. Maar ik volgde geen opdrachten. Dan is het belangrijk om even stil te staan en te reflecteren. Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? De dus stap voor stap aanpassen en uitvoeren van mijn nieuwe strategie heeft mijn bedrijf gered. Inmiddels sta ik op de kaart. Ik heb zelfs de prijs voor Flevolandse Zakenvrouw van het jaar 2015 gewonnen in de categorie Zelfstandige Professionals. Dit, weet je, die, 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 ik vind het... Zo'n mooie intro, omdat uh, dit is dus, dus uh, zij, zij heeft hier ook moeite mee gehad. Ja, ja. En, en, dus, dus je, je, je hebt een ervaringsdeskundige. Ja, ja. Dus iemand die zegt: Ja, maar ik ben ook in, in, daarin getrapt, of ik heb dat ook niet gezien, of ik ben het ook vergeten. Uh, dus het is eigenlijk me een beetje denken. Het boek zelf, uh, maar een andere invalshoek. Ik heb hier van Erwin Wijman: Zo verkoop je alles. Dus een soort catalogus. Met de reclamezaken wat je kan doen. Dat vond ik dit ook. En dit is echt. Uh, uh, en natuurlijk zitten er heel veel verschillen bij. Maar uh, de, de checklistjes. Wat ik bijvoorbeeld ook heel grappig vond. Is. Uh, even kijken. Pagina 25. Dat vond ik een hele leuke. Dat is de criteria voor ondernemerschap. En dat vond ik zo grappig. Want uh, er staat eigenlijk uh, als koptekst. Ben je wel geschikt voor het ondernemerschap? En. Uh, dat vond ik zo grappig, want hier staan gewoon 27 punten in. De punt 1, je bent goed bewust van je persoonlijke kwaliteit. Je hebt een duidelijke visie op je product of dienst. Uh, je, hebt een, uh, je beschikt over een zekere stabiliteit. Ik denk dat ze dan zowel uh, financieel als uh, uh, geestelijk noemt. <laughs> dat is ook belangrijk. Uh, en dit is wel heel goed als mensen uh, uh, toch denken van ja, ik zit te denken, moet ik gaan ondernemen? Ja of nee? Dan is het een heel fijn boek. Want. En het gaat eigenlijk door. Ik kan even voor de mensen die het boek helemaal niet kennen. Is van brede doelgroep naar favoriete klant. Nou, dat adviseer ik eigenlijk iedereen. Dat is een mooi voorbeeld van BNI, de zoekvraag. Zeggen jullie trouwens, BNI of BNI? Nou, we zeggen BNI. Ja, maar van onze. Van onze director consultant uh, Dave, ja? mo mogen we dat eigenlijk niet zeggen, want hij, uh, ben dat stond voor een, uh, dat staat voor een een of andere club. Hij noemt dat wel eens, maar ik ben nog niet ja. vergeten wat. En nou, weet club. je, waar, waar BNI ook voor staat, nou, het is um, um, Bureau Narcotic Investigation. Oké. Okay. <laughs> Ja, dus alle twee is gewoon... daar valt, dat valt Eigenlijk zeggen. is alle twee zo fout als het me kan. Ja. Ik zal het ik zal doorgeven ja, aan Dave. Dave dat, is, dat is echt zo. Dave, als je luistert, ja, neem dit ook even mee. Nee, ja, ja, maar ik, ik zat toen in Doetinchem en uh, daarna in Arnhem. En zeiden we gewoon uh, BNI. Ja dus ik denk het een beetje de oostkant nou ja ben je niet maar ook weet, weet je Dave, Dave is een is, een, is een ras echte Amsterdammer en, ja, uh, Almere komt u Almere komt u van. ja, vandaan ja, ja, ja. en en maar die zegt altijd uh, BNI. ja precies ja maar, ik, uh, maar wij in de polder zijn we een beetje nuchter en wij zeggen gewoon ja, BNI. &E. &E. ja precies &E. ja. <laughs> ja. ja maar dat is wel grappig want daar heb je in, in een van die dingen heb je ook de, de zoekvraag en uh, ik was gisteren was ik de gast ik ben niet meer lid maar was ik de gast in Ede BNI &E, Ede en wat ik, uh, uh, toen zag ik ook iets anders gebeuren, wat ik nog nooit eerder had gezien. Wat ik heel goed vond, is dat er uh, wordt, uh, wordt ook gevraagd welke gasten kun je uitnodigen. Nou, daarvoor ja. zag ik altijd zo'n lijstje, een schilder, een bakker. Maar wat hun heel slim deden, is een naam, naam erbij zetten. Van, ik wil uh, Jan Pietersen van uh, uh, kledingbedrijf, het uh, Juttertje, uh, die willen we uitnodigen. Dus echt heel... En wat er toen gebeurde, want ik heb die lijstjes vaker gezien, dat iedereen een beetje zo achterover leunt van ja, het zal wel. Maar dat je een naam ziet, dan zie je opeens dat. Nou, wie gaan hem bellen? Nou, ik ga hem bellen. En toen kwam de tweede naam voorbij, wie gaan hem bellen? Dan ging iemand anders hem bellen. En dat vond ik zo goed. En dat, dat moest ik aan denken toen ik dit zag ook. Van, uh, uh, dat, je, dat, je, dat je heel breed, als je zegt, ja, ik zoek eigenlijk uh, mensen met een auto. Nee, ja, maar wees zo specifiek mogelijk. Ja dus dat, En het doelen stellen, komt erin, jouw ideale aanbod. Uh, natuurlijk, jouw online marketingstrategie is meer mij uh, dingen. Van uh, je website, checklistje, social. Hoe je dat moet gebruiken. Wat betekent SEO en uh, is van Google? En hoe moet je er verder mee omgaan? Moet je gaan bloggen, moet je gaan vloggen, moet je een nieuwsbrief gaan schrijven. Um, e-mailmarketing, welke verschillende marketing, uh, e-mailmarketing software is er? Uh, dus het is dus, en ik kan me voorstellen toen ik hiermee klaar was met dit boek dat je iemand die net gaat ondernemen hier een heel groot plezier mee doet. Ja, ja absoluut. Dus, ja. Dus, uh, dus zeker even voor mij de, de boekentip van de week. En nu komt hij. Ik had uh, Jolande Wichersen had ik uh, via LinkedIn uh, gezegd dat we dit gesprek zouden hebben. En ik mag een uh, eentje weggeven. Kijk, helemaal dus, mooi. Uh, en ik wil eigenlijk deze keer uh, mogen mensen uh, voor 25. Uh, ik zeg het even in mijn hoofd. Ik hoop dat ik het goed zeg. Voor 25 oktober reageren. Ik zet het wel even in een filmpje van, uh, van uh, de spelregels erbij. Als je hashtag kennis is kracht uh, erbij zet. En een kleine motivatie waarom jij dit boek zou willen winnen, hoeft niet uh, lang te zijn. Houd het zo simpel mogelijk. Ook in dit geval. Dan kan dit boek zomaar van jou zijn. Of misschien dat je zegt van ik weet aan wie ik dit boek ga geven. is dus niet voor mezelf dan. Maar als jij zegt van ik uh, weet dat iemand uh, in mijn buurt gaat ondernemen. Uh, nou, die kan ik heel blij mee maken. Maar daarbij zeggende, ik begrijp dat het doelgroep is, mensen die, die net uh, be, beginnen. Nou, als je een beetje naar de schoen kijkt, zou je ook bijna denken dat het echt ook voor vrouwen is. Ik, ja. kan, ik kan zelf zeggen dat het ook voor mannen is. Ja. Want uh, alleen, alleen de flap, uh, tenminste de voorkant, laat iets vrouwelijk zien, maar voor de rest is hij heel, heel mannelijk. Ik bedoel, uh, er staan er heel veel goede tips in. Uh, en ook mensen die al een bedrijf hebben en Waarvan je denkt, nou weet je, die omzet, ja, het loopt al nog niet zo lekker. Is het ook heel goed? Want je gaps worden meteen ingevuld. Ja, absoluut. He? Dus ja. bedankt voor de tip. Graag gedaan. En J Jolanda, bedankt voor, um, ja, voor het uh, beschikking, ter beschikking stellen van één exemplaar. Dit is mijn exemplaar. De andere zitten zonder vingervlekken gewoon in mijn boekenkast. En die mogen we weggeven aan. Uh, ja, helemaal goed. Helemaal mooi. Ja, top. Ja. Um, hoe zijn jouw? Ik wil toch even afsluiten met, uh, met wat ik eigenlijk altijd doe. De gaming skills. Ben je een beetje goed met, uh, met gamen? Ja, ik zag hem al staan. <laughs> ja, ik zag dat, uh, dat game apparaat al ja, ja, staan. Ja, game, game jij wel eens of niet? Heel af en toe. Ja. Maar ja, wat, wat game ik dan? Ja. Train simulator natuurlijk. Dat, oh, ja, uh, ja <laughs> daar, kun je, daar kun je natuurlijk op wachten. Ja, ik, ja. Speel, uh, ja, ik speel simulatiespellen. Oh, simulatiespellen, ja, dat is ja. echt jouw ding. Uh, Ondertussen staan. Ja, over ja, rollercoaster Tycoon vind ik ook leuk. Ja, dat, uh, wat, wat is jouw. Uh, als je even kijkt naar. Uh, maar je hebt geen console thuis staan. Ik heb geen console. Nee. Oké, okay, dan ga ik even. Ik <coughs> pak er even bij. Is hey, even wedstrijd? een wedstrijd? Nou, voor de luisteraars en de kijkers die weten een beetje wat we nu gaan doen. We hebben een, uh, een, uh, een, een, een MSX-console. Ik heb het originele spel ook in je liggen. Maar wegens de techniek heb, doe ik het even op deze manier. Dat is wat makkelijker. Uh, dit is een, een, een game uit 1986. Hoe, was je toen al geboren trouwens? Toen was nee. ik nog net DNA. <laughs> Ja, 87 <laughs> nou, ja. uh, ja, 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 Ik zeg even. altijd, het is het mooiste bouwjaar dat er is. Ja. Maar, uh, oh, wat goed. Nou, is, uh, oud spel. Dat, is, dat spel is al uh, 33 jaar oud. Dit is, dit is echt dit is, uh, dit is heel oud, inderdaad. Ja. En het, het mooie van... Uh, <laughs> ja, kijk, dat hoor je al. Van het spelletje is, uh, het is van de MSX. MSX was uh, vroeger de voorloper van MS-DOS. Yeah. Ja, het MSX-DOS, MS-DOS. En zo is de PC-wereld ontstaan. Ja. Dus dat vind ik leuk, omdat we toch een... Uh, dit is een uh, we doen heel veel online marketing en media. En hier is het een beetje mee begonnen. En uh, qua grootte, dat zeg je ook al wat als, uh, als uh, videoman. Eén uh, spelletje is ongeveer, denk ik, uh, 300 kb. Oh, dat is... Uh... <laughs> Dus dus, dus er dus dus nee. is niks. Er is niks. Dat is een uh, klein plakketje van je foto als je die tegenwoordig maakt. Nee, ja. dus, uh, oh. uh, nou, wat je moet doen, is, geef je dadelijk een controller. Dat ja. uh, is eigenlijk heel makkelijk. Als je dit pookje, dat linker pookje, naar voren drukt, ja. dan gaat het uh, pingwingetje heel hard lopen. En ja. De bedoeling is dat je binnen een bepaalde tijd uh, het einde haalt. Ja. En met de X kun je springen. Ja. En dan kun je uh, over dingetjes heen springen uh, en visjes vangen. En uh, uh, niemand is verder gekomen dan level. Er uh, is één iemand verder gekomen dan level 3. Ja? Uh, dus kijken hoe jouw gaming skills zijn. aan het eind van het jaar. dan hebben we de Gouden Pingwing. Ah, de grote. Gouden Pingwing. Daar gaan we voor. Nou, daar gaan we voor. Ja, ja. Toch? Dat is, uh, de, er zitten prijzen aan verbonden. Kijk, als je wel nou, bent kost... enthousiast. Nou, level 1 kun je op de, de X. Mo de hoe de moet ik schieten dan? Want je kan mij de, nee, je hoeft nou niet te schieten hoor. Level o, 1 drukken. Ja. En er zit nog een kleine hindernis bij. Oh? Yeah. ja? Dat ik af en toe wat moeilijke vragen ga stellen. Oh jee. <laughs> en er mag geen ja of nee op antwoorden. Nee, 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 precies. Oh. Dus uh, Pingwing Adventure van. Uh, van. Uh, Konami. Nou, dat gaat wel hartstikke goed. Toch? Hey, ben je meer vlees of vis? Oh, ik uh, vlees en uh, vlees. Ja, ja. en waar, waar maak je jou blij mee? Ja, met sperrissen natuurlijk. Sp ja, ben je een ja. Kijk. Ik Ben dan echt ja. Ja, ben je ook een Ja. Ben je dan ook een man-man? Echt een man, man, man. Hoe dat bedoel, bedoel, ik bedoel ik meer dat? Nou, bedoel ik meer uh, uh, spare ribs eten, niet vlossen. Uh, oh, zo. Uh, ja, nee, nee, daarna wordt het wel even handen wassen en vlossen. Uh, en zeg maar. Ja, toch wel, hè? Uh, ja, 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 want het is wel... Uh, nee, ik, ik geniet van spare ribs. Dat ja? is ook wel uh, duidelijk te zien. Daarna zie ik echt uit als een klein kind. <laughs> die net gegeten heeft. Maar daarna moet ik wel even, uh, ja, ik moet wel even mijn gezicht wassen en even vervlossen, Want uh, het gaat overal tussen zitten. Ja, precies. Dus we kunnen nog een beetje herkauwen zeg maar. Hey, en je bent natuurlijk een videoman? Ja, uh, wat wat uh, ben jij, neem je alles op in 4K of 1080p? 1080p. En waarom niet 4K? Er <laughs> is te veel ruimte en dan kan mijn computer niet aan. Nee, precies, is <laughs> nog steeds. Een... Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer uh, is de markt klaar voor uh, 4K? Dat is een hele goede vraag. Uh, ik vraag me dat zelf ook wel een beetje af. Maar ja. uh, uh, de markt is klaar voor 4K als, uh, als televisie uiteindelijk overstapt op 4K? Oké, okay, en wanneer zal dat zijn, denk je? We hebben level 1 trouwens gehaald? Oh, uh, doe nou, dat door level 2? <laughs> helemaal goed. Uh, wanneer is de markt er klaar voor? Ja, als, er, uh, als die televisies uiteindelijk uh, echt op de markt komen, denk ik. Ja. ja ze zijn er natuurlijk nu al, maar ja. iedereen, iedereen koopt nog steeds een 1080 uh, Precies. TV. Precies. Ja. En uh, eigenlijk een beetje als een standaard. Dat doet een beetje denken aan de QR-code. Uh, vroeger moest je een app installeren. Tegenwoordig, als je een foto maakt van een QR, tenminste de camera erbij houdt, dan herkent hij meteen al. Ja, klopt. En, ja. Ik, en ik denk een beetje dat dat misschien ook met 4K gaat gebeuren. Dat het moet gewoon op elke tv zitten en dan, Het uh, moet gewoon op elke tv zitten. Ja. ja. Uh, maar ik moet zeggen, ik, uh, uh, mijn opdrachtgevers zijn nog steeds uh, hartstikke tevreden over de kwaliteit die ik lever. Ja. En. Uh, het gaat niet echt goed voor de gauwping. <laughs> Oeh, ja. Ja, dit, is niet, uh, dit is niet mijn ding. Ik had even thuis moeten oefenen. Ja, joh, dus het uh, doet niemand hoor. Nee, maar niemand verwacht dit ook, denk ik. We komen even een gesprekje voeren. Uh, dus. nee, dit is, volgens mij is dit wel wat unieke aan deze livestream. Ik bedoel, uh, er wordt okay. weinig. Uh, het is wel heel leuk. Het is wel ja. Interactief. Nou, weet je, livestreamen en gamen, dat gaan natuurlijk wel een beetje bij elkaar. Ja, dus nee, ik dat laat is ook absoluut. Denk jij dat er een. Parallel is of overeenkomsten tussen gamen en het ondernemerschap? Uh, ja, in zekere zin wel nu, nu natuurlijk. Je ziet, je ziet nu natuurlijk dat uh, e-sport uh, heel erg in is. Ja. En, uh, en er zijn natuurlijk uh, uh, gasten die, die, die uh, op YouTube... Uh, niks anders dan de hele dag uh, een beetje aan het gamen zijn. En die worden gewoon gesponsord door die, door, die, door die games. Dus die krijgen en betaald van die games. Ja. Ik moet wel op de toetsen blijven drukken. Ik ben heel slecht in twee dingen tegelijk doen. Ja, maar daarom vraag je. Ja, maar dat is, dat is ook de extra. Ja, de, de, dat, dat snap ik. Dat is ook de extra. Maar die, maar die is er dus wel, ja. Dus, uh, dus dat uh, Nee, dat gaat... Uh, daar geloof ik zeker in. Ja, oké, okay, top. Ja. Dus ik zit ondertussen even te kijken naar... Naar de uh, tijd. Naar de tijd, precies. Want ik uh, ga naar oh. level, uh, level 3 toe. Het gaat eigenlijk best goed. Dat gaat heel goed. Kijk, de enige die dit ooit heeft gehaald is inderdaad uh, Patrick Geerts. Kijk. Uh, en, en, ja, Patrick is echt wat dat betreft. Uh, uh, Geen verslaafd. Uh, <laughs> nou, nou, nee, maar die, is gewoon, die was echt heel goed erin. Uh, heel is, fanatiek. Uh, verder gekomen dan, dan level 3. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Oh. Had je nog meer ingewikkelde vragen? Of, uh? Oh joh, ik heb er zoveel. Uh, als je kijkt naar uh, creativiteit en instrumenten, ja? dan heb ik het meer over muziek. Speel jij een muziekinstrument? Uh, nee. nee. Mijn, nee. Hele, mijn hele familie is, uh, is muzikaal. Sterker nog, uh, een van mijn broers heeft daar uh, zelfs een beroep van gemaakt. Oh, wat doet hij? Nee, hij speelde in uh, Gardergrenenen, die is een jargers. Dat is een, uh, dat is een van de twee militaire kapellen die wij hebben. Ja. En hij is op dit moment, is, die, uh, is die, uh, hoe heet dat, uh, dirigent van een. Uh, van een aantal uh, a kerstingen Nou, oh, oh. ja, oh. één leven, je heb nog twee over, Dus mooi. Oh, helemaal goed. Ja. <laughs> en uh, nou, verder heb ik een broer die, uh, die, die, die uh, gaat wel eens li uh, livestreamen. En, en dan, uh, dan kun je via Facebook kun je allemaal uh, nummertjes aanvragen. Oh, je hebt nog één leven. Oh, is dat zo? Ja. Oh, dan moet ik wel een beetje. Want anders gaat Patrick er vandoor met die. Uh, met ja, met die, die... gouden pingwing. Ja, dat. Oh, oh. <laughs> het is ook het meest moeilijke. Daarom niemand komt bijna behalve Patrick voorbij level 3. Oh, dat is echt wel uh... Ja, ja dat is echt wel een dingetje. Dus ja, nou, nee, ik heb, uh, ik heb een hele muzikale familie. Qua muzikale ouders. Uh, ze zijn ook jarenlang lid geweest van de van de van de plaatselijke blaaskapel ja. die overigens nog steeds bestaat, maar Ah, wel, ah dat was de, een beetje. nee, het is echt uh, ja, oh wat zonde. het yeah, is wat. Nou Ja. ja. <laughs> Ik ben niet ja. zo goed te spellen. Nee, nou, even. maar weet je, ik vond wel dat je rem antwoordde. Dus dat, dat mag ook wel gezegd worden. Op, nou, dankjewel. Uh, hey, um, als jij een, um, um, een, een dag hebt hè, dat alles tegen zit. Je bent een mooie treinovergang aan het filmen. Um, de energie, uh, je hebt de energie er even niet voor. Sterker nog, de batterij in je camera heeft de energie er op, opeens ook niet voor. Er komt een uh, donder aan. Uh, de, de, jou, jouw camera explodeert doordat de donder in jouw camera slaat. Uh, je wilt teruglopen naar je auto en er zijn net een wielklem op je auto. Of zo, die hele dag is even helemaal. Is even wat het niet meer moet zijn. Is ja. niet meer wat, het, wat het moet ja. zijn. En dan, en dan uh, ga je toch in je auto zitten, want je moet wachten op de ANWB... of degene die jou verlos van die, die wielklem. Die, 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 die wielklem eraf haalt. Die wielklem ja. eraf haalt. En dan zet je de radio op en dan hoor je een nummer en dan krijg je weer zoveel energie van dat je er weer zin in hebt. Wat is voor jou dat nummer? Oeh, daar ga je me wat vragen. Want. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik ben een hardstyle liefhebber. Een hardstyle? Ja, echt waar? Ja, ja. ja, ja. Dus ze uh, dus wordt een hardcore nummer? Nee, een hardstyle nummer. Hardstyle. Ja, dus dan, daar mag je graag naar luisteren. Ja, heb je één nummer, want we, maken, we hebben een uh, Spotify lijst, een Spotify-lijst, een YouTube-lijst. En uh, als we dat nummer erbij zitten dat we weten van, uh, als, als jij die hoort, daar, daar krijg je meer uh, energie van. Ja, ja, dat is, uh, ja, dat is een nummer van Soundrush. Soundrush heet hij. Ja, ik ga hem even opschrijven, Soundrush. Soundrush en, uh, en dat is, ja, ik weet niet precies hoe die, uh, hoe die heet, want daar ben ik heel slecht in. Ja. Uh, maar het is, het, het, is het, uh, het anthem, zeg maar, van DEFCON 1 uh, okay. van 2018. Nou, dan, dat gaan we zeker vinden. Even Maar dan wordt het wel een hele. Twee Nee, nou ja, dat waren niet. heb je eerst Jan Smit en daarna krijg je dat nummer. <laughs> nou, niemand heeft gelukkig <laughs> nog Jan Smit gedraaid. Nou, bewijzen van spreken. dat is wel een hele nee. bijzondere podcast wordt. Dat. Ja, ja. 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 Dus, dus ik zet hem erbij en dan ook ik jou een energienummer. Is dus helemaal goed. Ja. Um, volgende week, uh, um, even kijken, of de weken daarop. Ik heb een hele lijstje gemaakt. Uh, en uh, uh, onder andere Annette Oudekerk komt langs. Dus oh, uh, gezellig, die is ja. uh, uh, online in één dag. Daar ga ik mee samenwerken. Ik heb een online training gemaakt, WordPress. Zij doet dan de workshops erbij. Dus uh, ja, dat, dat, dat wordt hartstikke leuk. Uh, ik heb uh, uh, ja, ook heel leuk, uh, de familie Rebel komt langs van uh, Rebel Opleiding en Advies. Uh, ja? die gaan er iets over vertellen. Over hun propositionering van een ondernemer. Uh, Waar je moet denken. Uh, noem het maar op. Uh, nou, heel veel gasten mensen zien er op de achterkant staan, wie er eigenlijk allemaal voorbij komen, wordt super leuk. Uh, ben ik wat vergeten over jouw verhaal? Heb je nog iets dat je denkt? Nou, de dat had ik eigenlijk wel willen vertellen. Ik zit even hard na te denken, maar ik heb, uh, ik heb geen idee. Nou, ja, okay. uh, nou ja, ik had het er straks ook al aangegeven: mensen kunnen me, kunnen me inboeken. Ja om uh, om ook uh, een lezing te komen geven op hun evenement of uh, op beurzen of, of heb je tekst? een website waar dat op staat waar mensen naartoe kunnen gaan ja nou ja goed uh, ja en nee het, het, ik ben ermee bezig dat dat okay. opkomt. komt ja, ja. maar het wil nog niet zo vlot hè nee uh, maar mensen kunnen me gewoon benaderen door naar mijn website te gaan dat is fp videonl fp videonlnl -video en ja. dan uh, of mij even, gewoon even googelen frans pol en dan uh, Kom je ook uh, drie pagina's, de eerste drie pagina's, uh, die beheer ik. Zeg maar. Ja, maar wat goed. Ja. En dan, dan kom je eigenlijk van alles over me te weten. Maar ja. dan, uh, dan heb, vind je ook zeker ergens contactgegevens. En dan uh, kom je met mij in contact en dan kan ik uitleggen uh, wat, dat, uh, wat dat kan zijn en wat uh, de eventuele kosten zijn. Is het ook info fp videonl Ja, nou, je ja. kan ja. hem kunnen raden. Nou ja. leuk, Nou weten mensen dat, kunnen ze jou Zeker. inhuren als ja. spreker. Jij hartstikke bedankt voor het uh, superleuke gesprek. Graag gedaan, jij bedankt hebben... voor de uitnodiging. Ja, we weten heel veel uh, van, uh, van YouTube. En ik denk dat we een nieuwe jaar... Dat ik jou nog eens een keer uitnodig me dan voor FP-video. Dat is prima. Eh, want ik, dit was zo'n thema. Aan zich, het zijn eigenlijk twee bedrijven wat je hebt. Ja, hey, nou, eigenlijk toch? wel. Ja. Ja, Hij ja. Hey, bedankt. Uh, ook iedereen uh, die gekeken heeft bedankt. En uh, tot volgende week. Yeah. The Advertising Heroes. Let's go. Okay, the advertising heroes, time for you to know, help you get your name buzzing for the world, time to show, help create a market plan, now it's time to get it rolling, even offering you live and online courses, yeah, yeah, time to strategize, if you ready, let's begin, for your Instagram, Facebook, LinkedIn, five years experience.